Nou, we hebben in het voorjaar van dit jaar hebben wij een audiowandeling gemaakt samen met jongeren die een tussenjaar hadden. En die jongeren die hebben inwoners geïnterviewd in deze omgeving. En daarmee hebben we audiobewerkingen gemaakt en zo een audioroute uitgestippeld. Waarom hier? Het is een heel mooi gebied. Het gebied staat ook eigenlijk een beetje symbool voor de tijd waar die jongeren in zitten. Al het water van de Vijf Vierenlanden die komt in de Zouwenboezem, staat dan even stil. Er komen vogels bij, die gaan broeden. En dan uiteindelijk vliegen ze weer uit, water stroomt weg en nou ja, dat gaat zo door. En dat is eigenlijk ook een beetje de tijd waar de jongeren in zitten. Ze staan even stil, ze reflecteren op hun leven en ze maken weer plannen en stappen om weer verder te gaan. Als je nou deze wandeling wil gaan doen, download dan even de app easy.travel. Daarin kun je op zoek gaan naar boezemverhalen. Zet die even op je telefoon en nou, doe je oortjes in, ga lekker lopen en laat je verrassen door alle verhalen. Vandaag wordt hier Shakespeare opgevoerd, een variatie op Hamlet, zeg maar. Much Ado About Hamlet is niet zozeer een heel zwaar stuk, maar een vrolijk stuk met hele grappige geintjes erin. En dat doen wij samen met een high tea die we daar doorheen geweven hebben. Dus mensen zijn echt uit. Ze krijgen en een stukje cultuur en een stukje snui van Engeland, maar ze hebben ook lekker eten erbij. En ze zijn gewoon in Engeland. Het was eigenlijk een heel spontane gedachte die ontstond bij mensen die bij mij in de tuin thee zaten te drinken. Drie vriendinnen die alle drie een passie hebben voor amateurtoneel. En die hebben Molière gedaan, die hadden Shakespeare gedaan. Die dachten, wat zou het leuk zijn als we tegen deze achtergrond Shakespeare kunnen laten zien. Ja. Het is voor ieder wat wils. Ja. Je kunt een hele middag in Engeland zijn of je kunt even leuk cultuur proeven. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de initiatieven die we in de schijnwerpers hebben gezet. Er zijn er uiteraard nog veel meer in Vijf Vierenlanden. Misschien heb jij er ook al een. Bel de wijkambassadeur, mail hem en hij komt samen met jou ontdekken hoe we het gerealiseerd kunnen krijgen.